zwaaien. Ja. Nee, niet. Complimenten worden echt nauwelijks nog gegeven. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en vandaag ben ik weer lekker vrij van het werk. Ik ben al sinds donderdag vrij. Dat zijn 3 dagen achter elkaar en normaal gesproken ben ik altijd maximaal 2 dagen vrij in de week. Maar ik had plusuren, dus heb ik 3 dagen achter elkaar vrij kunnen krijgen. Dat is zo lekker. Het is voor mij toch wel weer even wennen om vroeg te moeten opstaan, naar het werk toe te gaan. Die hele werkroutine was voor mij eventjes helemaal uit mijn systeem. De afgelopen 3 weken heb ik het wel eventjes zwaar gehad. Maar ja, nu zit ik gewoon weer helemaal in. Gelukkig houden we ons nog steeds aan de maatregelen. Op zich hebben we het niet heel druk op het werk. Alhoewel ik wel echt moet zeggen dat ik mensen onverantwoordelijk vind. Want ik was eventjes afgeleid. Ik zag een PostNL busje voor mijn deur. Ik dacht voor mij was, maar nee, het was niet voor mij. Dat je dus naar de stad toe gaat, oké. Als je gewoon aan de maatregelen houdt, moet dat gewoon kunnen eigenlijk. Maar dat er dan mensen zijn die ook nog kleren gaan passen in de winkel. Je ziet gewoon dat wanneer ze hun kleding gepast hebben, gaan ze gewoon met diezelfde vingers pakken ze bijvoorbeeld kauwgom, zetten ze het in hun mond, zitten ze in hun gezicht, ze maken hun handen niet schoon. Het is gewoon zo onverantwoordelijk. Ieders moet natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar ja, maar hou wel gewoon rekening met andere mensen. Maar goed, in ieder geval, wat ga ik vandaag doen? Ik ga me zo een beetje opmaken. Ik ga zo meteen een Q&A met Cyrano opnemen. Ik wil daarna ook heel graag een babyshoplog opnemen. En daarna wil ik gezellig met Genoa en Cyrano naar buiten. Want ik heb het idee dat Genoa het binnenzitten echt zat is. Af en toe spelen we wel in de tuin. Maar naar de speeltuin gaan we eigenlijk nog steeds niet met hem. Dat we zometeen gewoon met Genoa naar de speeltuin gaan. Wat ik dan ga doen, ik ga hem gewoon helemaal inpakken. Ik ga handschoentjes voor hem aandoen. Gewoon zo'n normale handschoenen. En wanneer hij dan klaar is met spelen, dan trek ik als allereerste zijn handschoentjes uit. Ik vind het soms gewoon een beetje zielig voor hem. Omdat ik soms echt naar hem kijk en dan echt dat ik mezelf dan afvraag van, heb je het hier nog wel leuk, jongen? Want je ziet gewoon dat hij soms heel erg vervelend doet. Maar ik ben bang dat het komt dat hij dat doet uit verveling. Want hij is gewend om naar de crash te gaan. Sowieso elke dag wel voor een kwartiertje buiten te spelen. En dat gebeurt nu gewoon niet meer. Hij ziet geen kindjes meer. Hij ziet geen speeltuinen meer. En kleine kindjes hebben daar volgens mij echt wel behoefte aan. Vooral als ze dat gewend zijn om te doen. Ze hebben al dat plezier in 1 klap, zeg maar, van hem afgenomen. Maar puur voor zijn eigen veiligheid natuurlijk. We hebben wel speelgoed aangeschaft. En kleurpotloden, stiften, allerlei dingetjes om hem, zeg maar, bezig te houden. Maar ja, na 1,5 maand gaat dat echt wel vervelen. Dus ja, ik ga nu gewoon, denk ik, met hem naar buiten. En ja, kijken wat we ervan kunnen maken. Maar goed, nu ga ik mezelf eventjes opmaken voor de Q&A. En ik dacht, weet je, laten we dat gewoon gezellig met jullie doen. Ik ben echt geen ster in het opmaken van mezelf. Maar af en toe krijg ik nog wel te horen van, hey, wat voor foundation gebruik je? Hey, zou je een keertje een daily make-up routine laten zien? Dus ik dacht van, ja, ik vind het altijd zo awkward om een make-up tutorial op te nemen. Want ik doe echt maar wat. Dus ik vind mezelf echt een beetje, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar je weet toch wanneer je iets, als je bijvoorbeeld niet weet te koken, maar je gaat een kookvideo opnemen, is zomaar. Want ik wil niet zomaar zo'n video opnemen. Dus ik doe het gewoon lekker in de vlog. Dus ik ga jullie nu even laten zien hoe ik mijn make-up doe. So, enjoy.
Oké, kijk, dit is dus het eindresultaat. Dit is dus mijn daily make-up routine. Dit kan ik echt in 5 minuutjes doen. En mijn ogen, zeg maar. Meestal zet ik ook geen oogschaduw, maar ik had gewoon zin om dat vandaag wel te doen. Ik ga me nu even gaan omkleden en daarna ga ik de Q&A met Sirane opnemen. En jongens, ik wil trouwens wel echt even vertellen. Ik vind de vragen die binnen zijn gekomen zo leuk. Het zijn, zeg maar, niet vragen die alleen, zeg maar, belangrijk zijn voor degene die de vraag stelt of voor mij. Sommige vragen zijn super interessant voor iedereen. Dus ben je benieuwd naar de antwoorden? Bekijk dan vooral de Q&A. Want de Q&A komt vandaag online. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de antwoorden van Sirane. Want we hebben dit niet... Ik heb de vragen nog helemaal niet aan hem gesteld. Dit wordt echt gewoon actie, reactie. Dus ja. En oh my god, guys. I like my makeup. Very, very much. Kappen. Ik ga me nu gaan omkleden. En dan gaan we de Q&A opnemen. Nou guys, inmiddels zijn we lekker aan de eettafel. Genoa is ook wakker geworden. En hebben we net echt een leuke Q&A opgenomen. Zeker weten. Het is echt een leuke Q&A geworden. We gaan zo meteen eventjes boodschapjes halen. En daarna ga ik de video editen en uploaden, want ik heb verteld dat ik de video om 8 uur online ga zetten. Dus ik hoop dat ik mezelf in de knoei hiermee ga zetten. Daarom ik haat het echt om deadlines vast te stellen, want dan moet je jezelf ook echt aan houden. Anders gaan mensen je echt niet meer serieus nemen. En wil je nog een stukje kaas? Alsjeblieft. Lekker. Nog een stukje. Ham. Ja, dus dat eigenlijk. Maar nu gaan we lekker eten. Sirane heeft de tafel echt mooi opgedekt. Laat ik jullie even zien. Yummy, yummy, yummy. Nou, smakelijk eten iedereen. En wij gaan lekker eten. Aan het lopen. Het is echt mooi weer. Ik dacht dat het koud zou zijn. Dus ik had eerst een leren jas aan. Maar uiteindelijk heb ik toch maar een blazer aangedaan. Nu zijn we aan het lopen naar de stad. Gezellig. Genoa. Ga even zwaaien. Ja. Yeah. Dus we gaan nu eventjes boodschapjes halen in de stad. En dan neem ik jullie gewoon gezellig bij mee. Waar is mama? Nou, inmiddels zijn we weer thuis. En had ik jullie helemaal niet mijn outfit laten zien. Ik had mijn boetjes aan van de Zara. Deze leren broek die echt super lekker zit. Ook van de Zara. Wollen trui van de H&M. En
Mijn blazertje komt ook van de Zara. Dit was de outfit. Maar... ik kan inmiddels alweer mijn jas uittrekken. En mijn schoenen ook. In ieder geval ga ik nu even die Q&A uploaden. Oh, niet up. Wat zeg ik nou? Uploaden. Ik ga hem nu eventjes editen. En daarna ga ik hem uploaden. Dus, oh. Dus ik pak even mijn laptop erbij. En dan gaan we eventjes knallen. Dus ik zie jullie zo. Oké, guys, na 2,5 uur editen. Oh my god, dat had ik echt niet moeten doen. Na 2,5 uur editen ben ik eindelijk klaar. Ik ga heel even mijn lipolie opdoen. Mijn lip is droog. Wauw. Ik ga nu de video uploaden. En in de tussentijd ga ik lekker eten. Want Cyrano heeft gauw iets klaargemaakt. Wat het geworden is. Ik had gezegd, we eten nu al 2 dagen geen koolhydraten. Omdat, ja, de laatste tijd had ik zoveel rijst en aardappel. En eten, Genoa. Eten. En hij heeft heel iets lekkers in elkaar geflanst. Schnitzel met een eitje en snijbonen, paprika en mais. Gaan we zwaaien. Ga je niet zwaaien. Thanks for the food, boo. Nou, we hebben zo net lekker gegeten. Ik heb de video, de Q&A die wij zo net opgenomen hebben, die staat nu online. Dus die gaan we gezellig met het gezin bekijken. Movie time. Movie time. Nou, wat zit erin? Jullie lezen hamer. Kijk, ja. Yeah. Oh, je ziet trein, hè? Maar dat gaan we niet kijken. Ken je dat? Dat is één van de twee. Dankjewel. Noah, zijn flesje is leeg. Oh, wacht, hij wil even de dopper op doen. Hou maar vast. Nee, het is op, Genoa. Kijk, ga je... Ga je met presentaties, met dit, dat. Ken die mensen toch? Met een kwart dit, 4 keer, 1 10 zus. Maak je mond dicht. Soms is het gewoon zo. Goed zo! Wauw! Wat goed! Yes. Damn! Boom! Boom! Ja! Een box! Nee! Ik kom net uit de douche. En voordat ik mijn gezicht ga schoonmaken, wou ik nog eventjes wat pakketjes laten zien. Dit kan ik eigenlijk niet laten zien, want het is een cadeautje voor Felicia. En als ze naar mijn vlogs kijkt, dan ziet ze wat haar cadeau is. Dat is stom. Even kijken hoor. Dit is een bestelling van de Kruidvat. Ik heb 10 van deze flessen gehaald. Dit zijn die 1,5 liter flessen. En dit is echt de waswas achter die ik het fijnst vind. Gewoon die simpele van Robijn. En ik heb Pampers Baby Dry Nappy Pants. In maat 5 plus voor Genoa. Nou mensen, ik kom net uit de douche. En ik keek toen eventjes naar de reacties op mijn nieuwe video. En ik moet zeggen dat ik echt hele leuke positieve reacties zie. En ja, dat doet mij gewoon heel erg goed. Sowieso vind ik dat ik de laatste tijd echt heel veel positieve reacties krijg op YouTube en op Instagram.
En ik waardeer dat echt heel erg. Ook als mensen mij berichten sturen, probeer ik ook gewoon echt mijn tijd te nemen om te reageren. Want in deze wereld is het bijna niet normaal. Het is bijna erg om iemand een compliment te geven. Complimenten worden echt nauwelijks nog gegeven. Vroeger was het echt heel normaal om bijvoorbeeld te zeggen... oh wow, je ziet er echt leuk uit. Maar nu staren mensen je echt aan. En je ziet gewoon dat ze vinden dat je er leuk uitziet. Maar ze zwijgen gewoon. Of ze zeggen gewoon van, waar is je truitje van? Je kan toch gewoon zeggen van, oh wow, je ziet er echt leuk uit. Zou ik je mogen vragen waar je truitje vandaan komt? Dat klinkt ook veel aangenamer voor de persoon. Kijk, je hoeft niet mensen hun billen te gaan likken om ze een plezier te doen. Maar als je vindt dat iemand goed bezig is. Of als je ziet dat iemand moeite met iets heeft. Bijvoorbeeld als je ziet dat een vriendin heel erg goed bezig is in het trainen van haar lichaam. En je ziet vooruitgang. Zeg gewoon van, hey, I see those muscles. Zeg gewoon iets dat die persoon weet van, oh my god, mensen zien het. Het is gewoon fijn. Het kan echt met alles zijn. Het geeft mensen gewoon wat meer love in the world, you know. Maar goed, in ieder geval ga ik bij deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik je heel graag te zien bij de volgende video. Doeg!